wortel in de mond. Wortel in de schoen. Zit die wortel in de schoen? De wortel moet in de schoen. De wortel moet in de schoen niet opeten, hè? Wortels. Het paard krijgt geen wortels, echt. Ja, in de schoen. Zo. Als je het op je verlanglijst moet zetten, wortelen voor Enzo, ja. En dan zet jij gewoon je schoen hier. Zo. Dan is het klaar. En dan is het wachten tot morgen vroeg. Dat is wel een mooie zin. Dan morgen vroeg komt de zin. Ik ga het niet voor Peter ook brengen. Dat is zo. Ja, als Peter zijn de wortel steekt. Hey, welkom in deze nieuwe video van Poster. Vandaag is het de moment om te weten natuurlijk of Sinterklaas geweest is voor mijn petekindje. Hij staat hier nog helemaal in zijn pyjama, maar we gaan eens gaan kijken. Zo, hier is hem dan, de kleine man. Ja, maar eens kijken wat er in je schoen zit. Ik zie ook nog een zak staan. Lekker dingen. Super lekker. Oh, maar zeer leuke dingen. Was het eigenlijk in die zak zitten? Want hier staat een zak. Kijk, is dat een zak? Die mag je zak aan de konijnen geven, de wortelen. Die mag je stuk aan de konijnen geven, de wortelen. Ja. Wat heb je daar vast? Chocolade. Zo leuke dingetjes allemaal. En zit daar een eindje, zie je dat niet goed? Zit daar nu een nijntje? Een nijntje. Allemaal heel leuke dingen voor hen zo. Ja. Pepernoten. Die gaan al goed binnen, de pepernoten. Ja, wist ik. Doe je pakje maar open. Met twee handjes gaat dat beter. Doe maar open. Wat is dat? Is dat een pyjama? Heb je een pyjama gekregen van Sinterklaas? En wat heb je nog gekregen? Heb je chocolade eitjes gekregen? Chocolade eitjes, amai, je bent verwend. Kijk, er is er nog in de zak. Er zit ook nog een briefje in. In de zak. Een briefje. En vooral veel pepernoten en nog wafeltjes en zo. Zit er ook nog allemaal in. Als je ziet wat hij allemaal die leuke dingetjes heeft gekregen. Dat is voor de, dat zie ik, dat is voor de klas, de gielklas. Dat zie ik. En chocolade gekregen. En een muts. Amai, zoveel leuke dingen. Je bent vast heel braaf geweest, dat kan niet anders. Ja, jij bent heel braaf geweest. Ham.
Lees de brief maar eens voor. Hier, een brief. Abba! We hebben nu zo'n soort eitje. Laat het daar, denk ik. Dat gaat zo. Weer open te maken. En dat is wat erin zit. Dit zat in het eitje. Wat zou het kunnen zijn? Dus... Heb je nog zo van die eitjes? Nee, dat eten we niet op. Nee, dat eten we op. Nee, hallo, welkom. Dit eten we op. Dit is plastic. Sinterklaas is geweest. Ja, Sinterklaas is geweest. En dat is super leuk natuurlijk als Sinterklaas langskomt, want dat is altijd... Nee, we gaan niet alles uithalen uit de doos. Dus dat is heel leuk. Natuurlijk voor de kinderen. Nee, want alles is het Enzo. En dan gaat alle chocolade overal liggen. En dan gaat er veel zijn. Voor de buik, dan ga je buikpijn krijgen. Dus dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan we in de vallen doen. Zo. En dan zullen er weer zo van die twee eikens in. Wat gaat het worden? Wat gaat het zijn, mensen? Zo. Oh, het is dezelfde. Hij heeft een tweelingbroer, de wolf. De wolf heeft een tweelingbroertje. Hetzelfde. Dat is helemaal niet. Dan kunnen die samen spelen. Dan zijn dat broertjes van elkaar. Of zo zit dat dan ook. En wat heb je dan nog een sleutelhanger? Die kan je niet opeten. Kijk. Mijn peterkindje eet en zo. Eet die.